Democraten, goedemorgen en welkom op het congres van vooruitgang. Ja, in 1966 richtte een groep ongeruste Nederlanders Democraten 66 op, nog met dat kommaatje. Niet veel later werd hier in Amsterdam-Zuid, in Rai, het eerste ledencongres georganiseerd. Dat congres, ik weet niet of het u herinnert, duurde een dag langer dan gepland, omdat er zoveel te bespreken was. D66 wilde het systeem veranderen. D66 wilde vooruit. En dat willen we nog steeds. En intussen doen we dat hier in Amsterdam al sinds 2014 onafgebroken in het college. En leveren hier in Amsterdam-Zuid, maar ook in het centrum, de stadsdeelvoorzitter. We zijn van ver gekomen, maar er staat ons nog veel te doen. Niet voor niets kleurde tijdens de provinciale statenverkiezingen de straten weer groen. En ik ben daar echt trots op. Want eerlijk is eerlijk, het was niet een makkelijke campagne. Voor het eerst sinds corona weer echt de straat op, de zaaltjes in. Soms wel met die tegenwind, letterlijk en figuurlijk. We hebben campagne gevoerd met een eerlijk verhaal. Een eerlijk verhaal. Een verhaal van echte keuzes voor Nederland. En zo'n verhaal roept dus reacties en ook emoties op. En ik begrijp dat heel goed. En dit merkten we dus inderdaad op de straat. Dat merkten we online. En mijn dank en grote bewondering gaat daarom uit naar al die D66'ers. De vrijwilligers, de kandidaten en lijsttrekkers die met hun recht rug problemen benoemden, blijven werken aan oplossingen voor heel Nederland. Graag een groot applaus voor deze mensen. Want die oplossingen zijn namelijk keihard nodig. We staan voor grote uitdagingen. In Europa, binnen het onderwijs, de woningmarkt en het klimaat. Uitstel en afstel van moeilijke keuzes zullen onze planeet en onze jongeren keihard raken. En dat kunnen we en mogen we niet laten gebeuren. Dus we moeten vooruit. Door de drijvende krachten uit onze samenleving te verbinden. De boer die door zijn kringlooplandbouw voor de troepen vooruit loopt. De leraar die elke dag het beste uit zijn leerlingen haalt. En de ondernemer die investeert in groene banen en een duurzame industrie. En in de woorden van Van Mierlo, ik citeer: we moeten een revolutie maken voordat die uitbreekt. Een stille revolutie die kanalen graaft van de burgers en hun frustraties naar de centra van de macht. En met vreedzame middelen. Dat is de grote opgave voor een nieuwe politiek. Einde citaat. En wat mij betreft is die opdracht van Van Mierlo weer actueel. Want, hier moeten we ook eerlijk over zijn, uit de verkiezingsuitslag blijkt een aanzienlijk deel van de Nederlanders is ontevreden over de huidige politiek. En als partij moeten wij hier rekenschap van nemen. En daarom trekken we ook het land in. Ook buiten campagnetijd. Dat doen we tijdens ons vernieuwde talentenprogramma, De Nieuwe Lichting. Waar deelnemers maatschappelijke organisaties, zoals Vluchtelingenwerk en de Voedselbank bezoeken. En dan niet alleen die bestuurskamers in, maar ook de werkvloer op. En tegelijkertijd houden afdelingen en fracties spreekuren in wijken. En organiseren zij bijeenkomsten. Ook voor niet-D66'ers. Ik zou juist zeggen, juist niet voor D66'ers. Delft doet dit. Heemskerk doet dit. Zoetermeer doet dit. Rotterdam doet dit. En ook Route 66, vorig jaar nog in Valkenburg, is naar Drenthe gegaan om te spreken. Dit keer over afval. Hoe gaan we daarmee om? En dat is nuttig. En dat is ook nodig. Want het vertrouwen van mensen is geen vanzelfsprekendheid. Dat moeten we echt elke dag blijven verdienen. En wij laten zien dat de politiek er is voor alle Nederlanders. Voor ons is het betrouwbare politiek problemen benoemen en oplossen. Afspraak is afspraak. Zoals Hans Vuilbrief dit doet in Groningen, leggen vele delen 66'ers een oor te luisteren bij al die mensen die in Nederland iedere dag aan het vooruitbrengen zijn. We laten ons hierbij leiden door ons beeld van wat Nederland op zijn best kan zijn. Vrij, open, tolerant en met gelijke kansen voor iedereen. En bij een open en vrij Nederland
hoort ook een open houding naar de rest van de wereld. En in het bijzonder natuurlijk richting Europa. Ik zei het al eerder, we staan voor grote uitdagingen. Veel van deze uitdagingen houden geen rekening met landsgrenzen. Daarom is samenwerking noodzakelijk. Het belang van een sterk en verenigd Europa was nooit zo duidelijk als de afgelopen jaren. Voor het eerst sinds decennia een verschrikkelijke oorlog op ons continent. En toen, tijdens de pandemie, de wereld op slot zat, werd duidelijk hoe belangrijk het is om samen te werken. Maar ook de recente onrust weer in de financiële sector, in de Verenigde Staten en Zwitserland nu, vraagt echt om alertheid en samenwerking van ons binnen de Europese Unie. En ik herhaal, de problemen overstijgen echt onze landsgrenzen. Ze zijn simpelweg te groot voor een lidstaat alleen. En we moeten de partij als partij blijven nadenken over hoe wij onze Europese toekomst voor ons zien. Zeker met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht. En hoe zorgen we voor vooruitgang binnen die Europese Unie? Hoe kunnen we als politieke vereniging samenwerken met partijen die hun hand uitsteken? En hoe kunnen we in Europa drijvende krachten echt met elkaar verbinden? Een begin van een antwoord op deze vragen begint wat mij betreft met een politiek die niet zich bezighoudt met het spel, maar wat er op het spel staat. Dat is een politiek van de uitgestoken hand. Een politiek van luisteren. En het overbruggen van verschillen. In Nederland en in Europa. En laat ik eindigen met de grootste uitdaging van deze tijd. Het klimaat. Recent zette het kabinet onder leiding van onze klimaatminister Rob Jetten grote en concrete stappen richting een schonere wereld. De vervuiler gaat betalen en er wordt ingezet op forse en nodige CO2-reductie. En hiermee behoort Nederland tot de Europese koplopers. Iets waar wij als partij echt trots op mogen zijn. Voor ons was het klimaat immers de belangrijkste reden om in dit kabinet te stappen. En terwijl anderen kozen voor weer 4 jaar aan die zijlijn te gaan staan, namen wij weer onze verantwoordelijkheid. Het klimaat wacht echt niet. We zijn de laatste generatie die het klimaat de juiste richting in kan duwen. Het moet nu. In Nederland zijn we hard op weg naar die groenere samenleving. We bouwen die windmolens op zee, leggen onze daken vol met zonnepanelen en een duurzaam leven wordt goedkoper. Dat is goed voor het milieu en onze economie. Maar ook hier zullen we binnen de Europese Unie gezamenlijk moeten gaan optrekken. Alleen samen kunnen we het klimaatprobleem oplossen. En ik heb er vertrouwen in dat dat ons ook echt gaat lukken. En als sociaal-liberaal ben ik van mening dat iedereen ook moet kunnen meedoen en delen in deze groene transitie. Verandering gaat nooit vanzelf en gaat de een ook beter af dan de ander. In een duurzame samenleving dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. En de vervuiler die betaalt. Een duurzame samenleving rekent echt de prijzen en houdt deze niet kunstmatig laag door het vooruitschuiven en afschuiven van kosten. Dat is rechtvaardigheid. En ik ben er daarom ook van overtuigd dat bijvoorbeeld die recente stakingen en de daarop volgende loonstijgingen in veel gevallen aan de onderkanten van de arbeidsmarkt echt noodzakelijk zijn. Het zijn de mensen in het distributiecentrum die ervoor zorgen dat die schappen vol liggen. En niet de mensen op het hoofdkantoor. Het is bagagepersoneel dat ervoor zorgt dat u en ik straks weer op vakantie kunnen. En D66, daar ben ik trots op, heeft zich daarom ook hard gemaakt voor een stijging van het minimumloon met 10% en gelijke lonen voor docenten. Ook dat is rechtvaardigheid. Democraten, dit congres staat in het teken van vooruitgang. Vooruitgang in Nederland en in Europa. Vooruitgang die nodig is om de uitdagingen van deze tijd echt aan te pakken. Ons congres is echt de ideale gelegenheid om oplossingen te bedenken en voor de problemen van morgen. Om te kiezen voor de toekomst van iedereen in Nederland. Ik nodig u dan ook echt uit vandaag om op zoek te gaan naar de overeenkomsten en verschillen te overbruggen. Niet te wijzen naar de ander, uw hand uit te steken, goed te luisteren, maar zeker ook dit te doen na het congres. En dan wil ik afsluiten met de woorden: overigens ben ik van mening dat cannabis gelegaliseerd moet worden.
Ik wens u een heel fijn congres toe.